Trouwfeesten, kerstfeesten, een verjaardagsfeestje, je kent het wel. Dat is samen met vrienden en familie genieten van lekker eten en een glaasje wijn. Maar wat als je omwille van ernstige slikproblemen niets zou mogen eten of drinken? Zou jij je nog steeds amuseren? Nieuwe bestralingstechnieken verhogen de overlevingskansen voor personen met hoofd- en halskanker. Maar als gevolg van deze behandeling ontwikkelt zo'n 70% blijvende slikproblemen. Bestraling tast niet alleen het kwaadaardige weefsel, maar ook het gezonde weefsel aan. Hierdoor daalt de kracht en de bewegelijkheid van mond- en keelspieren die van belang zijn voor het slikproces. Patiënten verslikken zich vaker, wat een longontsteking kan veroorzaken. Hierdoor gaan ze vaak minder eten en drinken, wat kan leiden tot ondervoeding en uitdroging. Gelukkig tonen studies aan dat intensieve training de spierkracht opnieuw kan verhogen. Maar betekent meer kracht in mond- en keelspieren ook meer kunnen eten en drinken? Dat wil ik graag onderzoeken. We vergelijken het effect van verschillende therapiemethoden bij zo'n 100 patiënten die we willekeurig verdelen in 3 groepen. Groep 1 traint de kracht van tong, mondbodem en keelspieren. Dit doen we met specifiek ontworpen toestellen die toelaten om de spieren te trainen tegen een weerstand die we systematisch verhogen. Bij de tweede groep combineren we deze krachttraining met intensieve sliktraining, waarbij we hen stimuleren om verschillende voedseltypes door te slikken die geleidelijk aan worden opgebouwd. We gaan van water tot brood of zelfs een warme maaltijd. Bij de derde groep zullen we tijdens deze kracht- en sliktraining uitwendige hersenstimulatie toedienen. Met behulp van een kap kunnen we een lage stroomspanning aan bepaalde centra in de hersenen leveren. Hersenstimulatietechnieken blijken namelijk het effect van andere therapieën nog te versterken. Om het bijkomende effect van deze stimulatie te bepalen, zullen we bij de deelnemers van groep 2 de stimulatie fictief toedienen. We willen een therapieprogramma ontwikkelen om blijvende slikproblemen na bestraling voor hoofd- en halskanker eindelijk efficiënt aan te pakken. Zo kan iedereen genieten van een lekkere maaltijd of een goed glas wijn op het volgende feest.